Bij mij Sylvia Diemeer. Wie kent haar niet? Sylvia, wat is jouw betrokkenheid bij deze hele manifestatie? Nou, een jaar geleden zijn Ab en ik eigenlijk aan tafel gaan zitten met de vorige organisatie van Local Request. Ja. Om te kijken of wij voor het 25-jarig jubileum van Radio Beverwijk dus zo tegelijk actie konden gaan starten. Ja. En in januari van dit jaar hebben wij dus een hele groep met mensen om ons heen verzameld. En nou ja, zie je hier, we gaan starten. Volgens mij zit het organiseren jou een beetje in het bloed. Een klein beetje maar. Ja, ja. Hoe lang doe je dat al? Nou, eigenlijk mijn hele leven al. Maar je begon in de wieg al te organiseren. Ja, mam, hier met die tempers. Nee hoor, als er familiereunietjes moesten komen, dan konden ze dat wel bij mij overlaten. Heb jij voor, want dit artikeltje, dat zet ik er dan vanavond op. En we leven nu 17e december. Ja? De 19e december om 6 uur gaat het allemaal beginnen. 8 uur de officiële opening door Brigitte van der Berg. Van den Berg, zo ja, moet ik het zeggen. Berg, ja. Met de portefeuille kunst en cultuur in haar. Onder andere, ja. Heb je nog iets dat je zegt van nou, dat wil ik nog even kwijt voor de kijkers? Nou ja, voor nu is het, ik zou zeggen, kom allemaal sowieso vanaf woensdagavond 6 uur naar de Grote Kerk in Beverwijk, naar de Wijkertoren. Ja. En kom doneren, plaatje aanvragen of kom gewoon voor de gezelligheid langs. En zeg, iedereen nou, is welkom. En zeg nou niet van het regent, want helemaal nee, daar hebben we een dak voor. Kijk, een paraplu vanaf de auto naar de Wijkertoren. Je bent binnen, er is warmte. Precies. Er is koffie volgens mij. Ja, er is koffie, er is thee, er is wat anders te drinken. Er is, warme er is chocolademelk. Oh, dat is wel een hele goeie. Dat kunnen we nog wel even gaan regelen. Met slagroom. Met slagroom erop. Speciaal voor journalisten. Ja. Hey, dankjewel. Succes.